Dit is Martin Hendricks, een begenadigd veldrijder. En sinds afgelopen zondag in Valkenswaard, waar hij tweede werd achter Reinier Groenendaal, leider in de strijd om het superprestige. Hendricks werd vorig jaar amateurkampioen van Nederland en is nu toegetreden tot de rijen der professionals. Wat vindt zijn nieuwe ploegmaat, Didi Thurau, van Hendricks? Wow, die ken hem niet. Koud, hè? Martin, veldrijden. Waarom kies je daarvoor? Ja, waarom kies je daarvoor? Het is net als elke andere sport, denk ik. Als je, dat groeit heel langzaam. Op een gegeven moment dan rij je bij de jeugd een beetje op de weg. En dan wordt er af en toe een clubcrossje georganiseerd. En daar doe je eens mee. En dan blijkt dat je wel aardig mee kan. Ja, van het een komt de andere. Dan kom je bij de junioren en dan kom je in de selectie. En dan rij je een beetje in het buitenland. En ja, je krijgt toch een beetje inzicht hoe het er allemaal werkt en zeilt. Ja, van het een komt dan weer het andere. En dan ga je toch, dan word je blaaswoord misschien prof. Maar dat blubberhappen, je zou toch ook gewoon op de weg kunnen gaan rijden? Ja, maar kijk, ik vind altijd, als je een sport bedrijft en je kan bij de top zijn, dan moet je dat denk ik aangrijpen. En het is wel al bewezen dat ik op de weg geen topper ben. Tenminste niet bij de beste 50 renners, zeg maar. En bij de crossers ben ik wel bij die top. En ik denk dat je dan gewoon moet kiezen voor hetgene wat je het beste kan. Is het bevredigend, een uur fietsen en een ronde? Dan heb je het al gehad? Ja, het is natuurlijk veel intensiever als op de weg. Kijk, dat uur en een ronde, dat zeggen mensen, ach ja, een uur. Maar het is natuurlijk wel veel intensiever op de weg is dan in die klassiekers misschien 5, 6, 7 uur. Maar die rij je gewoon met een veel lagere pols, denk ik. En het is gelijk vanaf vertrek vol erin en dan een uur stampen. Heb je een opwarmronde nodig of begin je zo met koude spieren aan zo'n wedstrijd? Nou, ik zorg er meestal wel voor dat ik toch wel hele goede warming-up doe. Dat ik toch in ieder geval minstens een half uur, drie kwartier bezig ben geweest. En dan die stap, dan, dat ik in ieder geval warm ben. En dan die stap, dat is toch heel erg belangrijk. Dat ik toch bij de eerste vijf probeer het veld in te komen. Je bent er heel goed in, hè? Snel weg zijn. Ja, dat is toch wel een van mijn sterke punten, denk ik. Dat ik echt zorg, ook al sta ik achteraan, dat ik toch vrijwel altijd bij het eerste in het veld ga. Hoe train je voor een evenement als veldrijden? Het is een uur en een ronde, we hebben dat net al gezegd. Ja. Is dat een specifieke voorbereiding? Nou, het is natuurlijk een heel andere training als op de weg. Dat is gewoon veel meer duurwerk. En, zoals de crossen is heel erg exclusief en veel intervaltraining, kort interval, langer interval en lopen ook erbij. Dus het is toch heel anders dan op de weg. Wat doe je het liefst, lopen met de fiets op je nek of het fietsen op zich? Nou, ik vind dat sommige organisatoren wel een beetje een potje van maken soms. En ik vind toch ook het veldrijden dus afgeleid van het wielrennen. En er moet wel veel fietsen in blijven, vind ik. Martin, wat moet er gebeuren om het veldrijden internationaal meer aanzien te geven? Want het is natuurlijk zo dat het nu een kleine randsport is. Ja. Het, is, het heeft de laatste jaren wel een enorme vlucht genomen, want ja, 3, 4, 5 jaar geleden was het toch eigenlijk, ja, het hing er maar een beetje bij aan en het is nu echt veel serieuzer geworden. Je ziet ook grotere wedstrijden zijn georganiseerd en er zijn nu ook plannen om het veldrijden een Olympische sport te laten maken. En dan, als het Olympisch wordt, dan gaan waarschijnlijk de Russen en de Duitsers ook wel komen. En als die gaat komen, dan wordt het toch wel serieuzer, wordt het toch veel internationaler. En dan gaan er misschien nog wel meer landen zeggen van frek, dat willen wij ook eens gaan proberen. Ja, ik denk dat Martin vandaag de dichtste zal zijn. Hij heeft ook bewezen de laatste weken dat hij in grote vorm verkeert. Dus vandaag is toch meer zijn parcours. Dus ik verwacht hem wel. Nou, wat ik van Hendricks vind is zeker een hele goede renner. En is toch wel een van de coming mans in Nederland. En ik denk zeker dat hij de komende jaren de troon van stamsnijder over kan nemen. En mits hij zich goed soigneert, nog een hele mooie carrière voor de boeg heeft. De mannen, de professionals, kregen een hekel aan je, hè? Want je was te goed voor ze. Ja, nou, ja, zij hebben daar best wel moeilijkheden mee gehad. En dat kon ik eerst, ja, dat begreep ik niet. Want ik denk, frek, ja, ik ben er gewoon een tegenstander voor hen. Maar ik ben later zo over nagedacht. Ik denk, frek, ja, ik zit toch in hun portemonnee eigenlijk. Als ik steeds hun eraf rij. En ik heb er eens met de jongens over gepraat. En ze zei, ja, we zijn toch wel uitgekomen. We hebben er goed over gehad. En ik heb ook wel begrip voor gekregen. Want ik ben zelf dan beroepsrenner. En ik zou het ook niet leuk vinden als er een jongen van de junioren of zo overkwam.
die mij gelijk op 4 minuten of een ronde reed of zo. Ja, dat is tijd om even raar te kijken. En zij proberen natuurlijk ook om dat zo lang mogelijk uit te stellen, dat zij zo lang mogelijk aan de top kunnen blijven. En dat is van hun kant wel logisch, maar ik denk aan de andere kant ook dat je dat niet tegen kan houden. Als je de 30 gepasseerd bent, hoewel taal, dat is wereldkampioen, is ook al bijna 40. Maar dan moet je een stapje terug doen, dat hou je niet tegen. En dat vind ik gewoon een hele logische zaak. Het materiaal, wat is het verschil met het materiaal op de weg? Ja, het materiaal is helemaal aangepast aan het terrein. Er zijn terreinbandjes met nopjes erop. En de remmen zijn helemaal aangepast dat er geen modder en slijk en zo wat aan kan blijven hangen. Dat is allemaal goed geregeld. De versnelling zit niet onderaan de buis, de commandeur, maar die zit in het stuur. Zodat je niet steeds met je hand van het stuur naar beneden moet in het veld en het bobbelt nogal. En dan kan je beter met je hand aan het stuur blijven en dan kun je toch schakelen. Ja, dat is een goede uitvinding geweest. Er is ontzettend veel te doen over pedalen bij het wegfietsen. Wat ik me nou afvraag is waarom jullie bijvoorbeeld niet op voetbalschoenen lopen door die bossen. Want dan heb je toch veel meer grip als daar tossen onder zouden zitten. Het zou toch mogelijk moeten zijn? Nou ja, je zit met de trappen voor. Hè? Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Maar nou, het is toch niet ideaal. Want als je nappen achter is wel goed. Maar voor, dan blijf je mee in de pedalen hangen. Hè? En ik heb nu ook gewoon van voor en dan iets minder profiel erop, maar achter wel een hakje eronder dat een goede demping is voor de Achillespees. En ik heb gewoon ook een plaatje net als bij de weg schoenen eronder met een paar napjes eronder, een paar spikes zeg maar. Hoe vaak moet je nou trainen voor dit specifieke vak van de wielrennerij? Ja, dat is me net, kijk, een amateur die niet zo gek veel tijd heeft, die trainen misschien 1 keer per dag of zo, 1,5 uur. Maar zoals wij kunnen dag en nacht mee bezig zijn en heb ik dagen heb ik 2-3 keer trainen. En de meiden? Nou, ik heb dik 1,5 jaar verkeerd, dus dat is ook wel serieus. Maar ik ben niet zo'n rockenjager hoor.